We zijn op weg naar Nuremberg in Duitsland. Hallo? We gaan nu op weg naar het ontbijt. Ik heb honger. En we zijn weer onderweg. We zijn nu op weg naar Nuremberg. We zijn aangekomen in Nuremberg. Het weer is vandaag ook weer lekker weer. Er zijn ook echt nog muren en gebouwen uit die tijd, zijn er nog. Het is echt middeleeuws, zou ik zeggen. Maar er zijn echt hele oude... Hoe heet deze burcht eigenlijk? Kaiserburg. Wacht even, ik zoek het op, ja. En papa is al naar vakwerk aan het kijken. Dit is de stadsmuur. Zeg maar gewoon, dit is de stadsmuur. Oké, we gaan nu de stadsmuur bewandelen. Die helemaal om de stad ligt. Om het oude gedeelte. Om het oude gedeelte van de stad. Wow, that's me. That's the you. Ja. We zijn hier buiten, een beetje buiten Nuremberg. Waar zijn we ook weer? Ja, dit is het het is een monument en hier hield Hitler als een toespraak bij het volk. En ze wisten eerst niet wat ze hiermee zouden moeten doen, of ze het zouden moeten destroyen, omdat het natuurlijk best een hele negatieve imago heeft. Maar uiteindelijk hebben ze toch voor besloten om het te restaureren en nu is daarnaast ook een heel festivalpark en zo. En er zit een attractie, een toeristische attractie. Dit is dus echt een nazi-bolwerk. Wij lopen dus nu om de plek heen waar de NSDAP is ontstaan. Hier was Hitler dus van plan om congres bijeenkomsten te houden in deze congreshal. Maar deze was nog in aanbouw. Hoe zeg je dat in Nederlands? Hier is het nog in aanbouw in 1939. Dus deze is nooit afgekomen. Dus we gaan zo meteen naar een andere plek waar hij dus wel toespraken hield. Maar deze plek was dus bedoeld waar hij dus toespraken zou houden. Maar dat is er nooit van gekomen. Bij het Zeppelinsveld, hier kwamen de Zeppelins aan en Hitler wachtte ze daar op. Maar het is dus hier de toespraken die hier gehouden. Dus laten we even gaan rondkijken.
het punt waar Hitler zijn toespraken hield. Ik ga nu mijn vriendin hier ontmoeten in Nuremberg. En Isis gaat verder vloggen voor jullie. Wat ze allemaal gaan doen hier in Nuremberg. Dat was hier een hele drukke dag vandaag. Ik heb mijn vriendin ontmoet. We hebben lekker gegeten. En we zijn net bezig wandelen en wat gaan drinken in de café. En dat is eigenlijk weer het einde voor vandaag. Morgen gaan we naar Dachau toe. Dus ik zie jullie morgen weer. Nou, goedemorgen. We zijn net klaar met het ontbijt. En vandaag gaan we dus naar Dachau. Wij gaan ons nu klaarmaken. Dan... zie ik jullie later. We zijn aangekomen in het nieuwe hotel en we gaan nu op weg naar een restaurant om wat te eten. Wat heb jij, papa? Malaga en amarena. Wat heb jij, Isis? Citroen en goedemorgen allemaal. Het is de laatste dag in Duitsland hier en wij gaan zo meteen lekker ontbijten. En dan gaan we ons klaarmaken om weer naar Nederland te gaan. Wat vond jij van onze vakantie, Sis? Ja, dat was erg leuk. Best wel kort eigenlijk. Ja, hè? Maar, nou, liever dat dan dat je zegt, nou eigenlijk was het 2 dagen te lang. Klopt. We hebben ook echt super veel gedaan. Ja. Oh, je bent aan het praten. We zijn nu op weg naar huis en het gaat nog 7 uur duren voordat we thuis zijn. Dus het is nu 10 uur of zo. Ja. Dus we zijn om rond 5 uur zijn we weer thuis. Het begint te regenen. Krentenbollen. Je hebt nog een beetje zo mysterieus bereikt.